Ik sta hier met kampioensbakker Paul Berndsen in de ondernemersfabriek in Ulft. Jij was hier nog nooit geweest, hè, in de ondernemersfabriek? Hier was ik echt nog nooit geweest, nee. Ja. Ja, vroeger wel op de hut, zeg maar in Oer, maar hier was ik nog nooit geweest. Nee, en wat vind je ervan? Nou, het is een positieve verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Net eventjes in het schaflokaal hebben we koffie gedronken. Helaas zonder gebakje, maar ik heb het de volgende keer wel. Ja. En nu hier, ja, ik zei net, het is een mooie ruimte waar je zo even huren kunt, dat je even ergens rustig wil zitten. Ja, ja. En nou de volgende vraag, want ik had jou, volgende week hou ik een lezing succesvol worden en zijn op internet. Maar hoe kun je volgens jou, want ik vind jou wel redelijk succesvol op internet, zeg maar. Tenminste, als ik aan een bakker denk, dan denk ik hier in de Achterhoek, dan denk ik toch heel snel al aan Paul Berndsen. Dus dat is goed, denk ik. Maar hoe hij dat eigenlijk bereikt? Eigenlijk, ik ben heel nieuwsgierig altijd. Dus ik lees een keer iets van een bakker in Londen. Die haalde brood uit de oven, toen twitterde hij dat en stonden meteen duizenden mensen voor zijn zaak. Ja. Toen zit ik in die dam, dus die duizenden mensen viel iets tegen. Maar ik dacht, dat twitteren, dat wil ik toch kennen. Dus ik was eigenlijk heel vroeg met Twitter al. En daardoor kreeg ik wel in de krant en een beetje publiciteit. En toen heb ik, ik ben natuurlijk ook koning oliebol. Toen hebben we die actie gedaan met die gratis oliebollen. Dus iedereen die me volgde, kon een zak gratis oliebol ophalen. Nou, dat is een enorme boost gegeven. Ja. Vooral dat dus mensen als Enno Hanink en Olaf Molenaar erop aan. En die hebben weer een hoop volgers. En zo is het gewoon een sneeuwbaleffect. Ja, ja, en kun je ook zeggen dat het meer omzetten, dat het ook echt een omzet is uit te drukken? Zo? Dat is lastig. Wat wel heel snel gegroeid is, dat is de naamsbekendheid natuurlijk. Hè. Iedereen weet nu wel wie de kampioensbakker bakker is. En dat is eigenlijk heel... heel makkelijk en heel snel gegaan. Ja, maar denk je ook dat er mensen extra naar die dam komen, zeg maar, om naar de winkel te gaan? Dat niet, maar dat is dan wel, zeg maar, dus door dit en je scoort goed met de oliebollen in de AD-test, zeg maar, dan komen ze dus van heinde en verre. Ja. En dat is dus, als mensen nu in Amsterdam en ze moeten een taart bestellen in die dam, dan denken ze, oh ja, aan die bakken. Dus, ja. Dus dat is wel heel makkelijk. Ja. En doordat je dus goed scoort op Twitter, stort dus ook hoger in de... in Google en zo, dus dan kom je ook sneller in beeld. Ja, en online, zijn er ook al bakkers die online bezig zijn? Die, online, dat is ook de groeimarkt. Voor 2 jaar terug heb ik zelf mijn eigen webshop al geopend, zeg maar. Maar alles kopen op internet, hè, zeg maar. Iedereen, alleen de bakkers zeggen weer natuurlijk, maar brood, dat kopen we niet op internet. Zelfde de bakkers hebben natuurlijk een fout gemaakt met voorgebakken brood, zeiden we ook, ja. Dat ziet er zo wit uit, dat kopen de mensen niet. Die handel zullen we hebben verloren aan de supermarkt, zeg maar. En ik ben bang dat we nu als bakkers niet, dus ook op internet, op de webshop en zo gaan, dat we dat ook verliezen. Ja. En dan zeg ik, ja, ze gaan heel veel met de computer. Zo mooi zijn dat als je op de computer ook kunt ruiken, zeg maar. Mm-hmm. Dan zou je dus ja, het vers gebakken brood kunnen ruiken en dan is natuurlijk alles verkocht. Ja, maar je hebt ook de twitterende ijskoelman, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, die twittert dan waar die... waar die staat, zeg maar, met zijn verse ijs, maar zoiets zou het ook voor een bakker... Nou, dat is de sociale bus, heb ik al zo over nagedacht, zeg maar, om nou schoolbus of nou bus te kopen, zeg maar, overtje erin in de werkbank. En dan sta ik op de industrie te rijden met warm sociaal en appelflappen. En dan daar, en als ze proberen dat hij staat, dan komen ze wel. Ja. Ja. Dus er zijn kansen genoeg, alleen we moeten ze eventjes inkopen. En zo'n bedrijvenverzamelgebouw dan bijvoorbeeld. Ik zat jaren geleden werkte ik in Hoofddorp. En er kwam dan ook een bakker zeg maar langs met net om 12 uur een mooi strategisch moment. En het hele kantoor stroomde leeg om daar broodjes en zo te kopen. Is dat ook nog een markt, denk je? Ja, dat kan ook. Ja, er worden ook mensen werken, zeg maar. Hoe meer mensen uit werken, hoe meer je verkopen kunt. Ja. En tegenwoordig moeten ze natuurlijk allemaal eventjes van de plaats af. Dus dat is de ideale combinatie. Ja. Maar daar denk je over, maar daar heb je nog niet concreet zeg maar, iets voor in gedachten. Nee, nog niet. Nee. Maar ook ik wil rijk worden op internet. Mijn internet. Ja. Dus misschien dat ik over tip die wel is. Ja. Ja, dus mensen kunnen hieronder, als ze de gouden tip hebben, kunnen ze dat hieronder zetten, onder dit filmpje. Ja, dan kunnen ze hem hier sturen. Ja. Waar is de gouden tip? Ja. Maar ik denk zeker dat een groeimarkt is, natuurlijk. Dat gaat gebeuren. Ja, en is de bakkersmarkt, als hij hier zou komen... Dus, de wereld is vrij, maar dan zullen de bakkers in Ulft niet blij mee zijn natuurlijk. Hey, als Paul Berndsen naar Ulft zou komen. Dat denk ik niet. Dan mag ik eerst dan zelf eens kijken. Ja. Een bepaald percentage, zeg maar, marktaandeel hebben de warme bakkers nog. Hmm. En dat zal dat verdeeld. Het is niet zo dat als een warme bakker sluit, dat al die klanten naar andere warme bakken gaan.
Nee. Dat versnippert toch weer. Dus als een andere warme bak hierbij komt, ja, die zal overal wat vanaf snoepen. Dat kun je niet. Ja, dat kun je niet vastzetten. Ik heb vroeger de Ulf is heel verwend geweest vroeger met onze vriend Dokus van de Zanden. Ja, ja. En dat is er nou niet meer? Dat is er niet meer. Nee. Wat is er van overgebleven? Ja, ja, sorry, dat is er wel. Oh, kijk, ik ga niet zeggen. Dat is er niet, maar zo betrekkelijk is het. En dat is, je wordt elke dag zorgen voor kwaliteit. Ja, ja. Dat is heel belangrijk. Maar even waar we mee begonnen, succesvol worden en zijn op internet. Een standaard recept is er niet. Nee, maar dat is voor het gewone ondernemer ook niet. Nee. Het is het met een heleboel dingen te maken. En een van de belangrijkste dingen is afspraken nakomen. Maar dat is, met het gewone, dat is in het gewone leven ook. Ja. Dat is thuis ook al. Ja. Als ik thuis zeg, kom 6 uur eerder, dan is het fijn dat je 6 uur thuis bent. Ja. En, zo zit alles in elkaar. Ja. Nee, dankjewel Paul voor dit korte gesprekje. Ja, succes. En als ik gauw het zip er is, dan hoor ik me wel. Ja, tot ziens. Goed zo.